In augustus al volgde Anton Jansen de ontslagen Alex Pastoor op. Maar ook onder de clubman uit Beneden Leeuwen blijven de resultaten teleurstellend. Het contract met Jansen wordt nu afgekocht, maar hij keert mogelijk ook terug bij FC Os, waarmee NEC een samenwerkingsverband heeft. In het kielzog van Jansen verdwijnt zeer waarschijnlijk ook Edo Ophof van het podium als technisch directeur. Ophof zit op dit moment ziek thuis. Investeerders en bestuurders rekenen Ophof af op de spelers die hij binnenhaalde en die allen geen versterking bleken. Bart van Inge, de directeur Algemene Zaken, mag vooralsnog wel aanblijven. Van Inge ziet de begroting na de degradatie kelderen naar 8 miljoen euro en moet daarom de helft van het personeel ontslaan. Ook de meeste spelers zullen bij NEC vertrekken. Bij de Nijmeegse club was vandaag niemand beschikbaar voor commentaar.